Zitten in de volle kamer, maar toch alleen. De ene klaagt over zijn hart, de ander om zijn zere been. We praten wel samen, maar praten we wel echt over de problemen van onszelf? Het is de wereld slecht. Want mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand. We strooien onze ogen vol met emmer zand. Iemand met geen geld, nou dat is een drol, maar dat kan je gemakkelijk zeggen met je eigen beurzen vol. Want er wordt geleerd, zonder geld dan ben je een nul en zonder werk een grote profiteur en een boerenlul. Mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand, we strooien onze ogen vol met emmer zand. Als een mondje past op een andere mond, noemen ze dat echt contact. Nou, is dat nou gezond? En als je wat anders gelooft dan hen, dan ben je onecht. Iemand met een andere mening, is die nou zo slecht? Want mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand. We strooien onze ogen vol met emmer zand. En de beste. Als je ze vraagt, ben je ze racist? Ze zeggen zo nee, maar als ze negers zien, dan denken ze meteen aan de way way. Want ze zijn zelfverzoenlijk, met een goed moraal, met 20 Turken in een kamer vinden ze heel normaal. Oh, mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand. We strooien onze ogen vol met emmer zand. En de laatste, daar komt ie hoor. Als hij zijn geld vraagt voor een hongerige Afrikaan, zegt ze, oh nee, maar het eigen honden zijn te vet en moeten op dieet. Want ze zeggen, Afrika is daar en wij leven hier. Zo hou het geld maar bij ons, voor wat feestjes en plezier. Want mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand. We strooien onze ogen vol met emmer zand. Want mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand. We strooien onze ogen vol met emmer zand. Mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand. We strooien onze ogen vol met emmer zand. Kom, mensen, kom toch samen en pak elkaar de hand.